Voorzitter Gregory Rusland van de NPS heeft zijn functie als staatsadviseur neergelegd. Rusland deed deze mededeling gisteravond tijdens een spoedstructurenvergadering in het partijcentrum Grundjari. Het besluit van de partijvoorzitter is met gejuich verwelkomd door de partijgenoten. Rusland gaf aan dat hij onder de huidige situatie in het land de functie als staatsadviseur niet kan voltooien. Is dat binnen mijn man? Heb ik in mijn leven gedaan, heb ik mijn project uitvoeren. Ik heb geen resultaat. En als meneer geen resultaat en de condities zijn nog niet aanwezig om resultaten te zien, dan zal ik ook besluiten moeten nemen. En ik deel nu mede dat ik per vandaag mijn functie als staatsadviseur aan de president ter beschikking stel. Rusland behoedde zijn partijgenoten op de aanvallen die kunnen komen van politieke tegenstanders gezien de ontwikkelingen in het land. Dit mogen geen momenten zijn om in paniek te raken. Rusland vindt het belangrijk om in rust te blijven gedurende deze aanvallen. Wat is mijn broer dat ik zelf sta, zo mijn aanval? Mijn attack dat hier en al staat de stad in brand, slaap ik lekker. Dat ga ik niet zeggen. Maar onder alle omstandigheden zal ik rust moeten bewaren. Mijn kan jumpen, dat is maar een beetje kussie. Want wij als NPS-partijgenoten moeten van overtuigd zijn dat we goed bezig zijn. We werken aan oplossingen. En we moeten in ieder geval eensgezind ervoor zorgen dat we niet broeien. Maar dat we de gelederen sluiten om ervoor te zorgen dat wij die bijdrage daadwerkelijk kunnen leveren aan die samenleving. Want onze politieke tegenstander gaat ons die ruimte nooit geven. De partijvoorzitter zegt dat de NPS achter de punten van de actievoerder staat. Omdat de partij ook vaker aandacht heeft gevraagd voor die zaken. Hij deed nogmaals een oproep aan de regering om deze zaken aan te pakken. Zodat de situatie in het land beter kan worden. Echter betekent dat volgens hem niet dat de NPS zal meedoen aan de protestacties. Leden van de partij hebben wel de vrijheid om fysiek aanwezig te zijn. Rusland benadrukt dat de NPS er niet aan zal meewerken om de regering naar huis te sturen. Deze structurenvergadering was bedoeld om duidelijkheid te brengen in de positie van de NPS. Rusland haalde aan dat NPS er altijd voor zal zorgen een bijdrage te leveren voor de ontwikkeling van het land, zodat ieder een goed leven kan hebben. Er moet nu een drastische ombuiging komen in het beleid van de regering.